Hier op de Harry Koningsbergstraat is een heerlijke rustige buurt, nooit iets aan de hand, maar af en toe dan kijk je gewoon even in de vijver en wat gebeurt er dan? Dan is daar gewoon iets bizars. Het lijkt wel een stad midden in mijn vijver. Flatgebouwen, kinderen spelen er, ja. Wil je kijken hierin? Is het geheim? Een geheime gang? Ja, geheime gang. Ja, dan moet je kijken hier, een stad. Met gigantisch hoge gebouwen. Met allerlei constructies. Lijkt wel een waterval. Maar wie bouwt er nou zoiets? Wie gooit dit nu gewoon in mijn... in onze vijver? Nou, dat is bizar. Dat kan maar één verklaring voor zijn. Dat moet gewoon donleo.org zijn. Leo, wat is dit nu weer in godsnaam? Dat is een groot stedelijk construct. Het zijn flatgebouwen of kantoorpanden die morven of versmelten in flatgebouwen. Dat wordt een soort, de leegstand in Amsterdam, dat wordt de Rocky Mountains. Dat zijn de Rocky Mountains van Amsterdam. En dit heb je dus, nee, moet je even wassen. Heb je in elkaar, dit heb je in elkaar, dit heb jij gebouwd? Ja, Veerhuis BV uit Volendam, die heeft het piepschuim gesponsord en die bouwt huizen van piepschuim. En die zei, nou, ik wil dit kunstproject wel subsidiëren als bedrijf zijnde. Uh-huh. En ik heb in hun loods ook het hele construct gebouwd. Daar zijn we een maand met 3 man bezig geweest. En we hebben het verscheept in een truck van 12 meter. Het is een gift voor het stadsdeel. En nu, en dat en was dus in Rotterdam. En nu staat het opeens hier in Amsterdam-West. Ja. Vlakbij de Harry Koningsbergstraat en de burgemeester, hoe heet die straat hier? Veling Meijnerslaan, ja. Veling Meijnerslaan, ja. Dus, en wat blijft dat ding nou? Dat blijft, wat gaat ermee gebeuren? Het is natuurlijk zonde als je zoiets gemaakt hebt. Het is 3 dagen te zien in Rotterdam. Ja. Om het dan in de vuilnisbak te gooien. Dus ik denk, ik schenk het aan het stadsdeel. En dan kijken hoe lang het hier houdt. En blijft het hier liggen, daar op deze plek? Of, Ja, dat lijkt me fantastisch groot stedelijk. Punt. Maar gaat het naar het midden van de vijver? Of ja, wat gaat er dan? Vanavond gaan we het verslepen naar de vijver. Er komt nog een waterval in. Een waterval? En misschien een bord met kantoorpanden te huren. Of anders komt er een mooi klein tentje met een lichtje. Oké, okay. Donleo.org heeft het weer gedaan. Dit is echt weer je laatste project geweest. Nou, buurman, en bedankt kinderen... voor de stroomvoorziening. Hè? Ik ben de buurman en ik geef de stroom. Maar de kinderen vinden het geweldig. Maar hoe kunnen de kinderen nou straks, als dat midden in de vijver ligt, hoe kunnen ze dan gaan spelen? Nee, dat kan niet. Dan kunnen ze alleen fantaseren hoe het zou zijn om daar te wonen of om daar te leven. Ja. In die tent. En eenden en ganzen die kunnen daar gewoon bivakeren. Nou, namens de buurt Don, Leo, dankjewel.